deze vlog gaan beginnen bij een superleuk nieuwtje. Wat je misschien al wel voorbij hebt zien komen. Maar ik wil hem toch nog even aan jullie laten zien, jongens. Want wat is dit? Het grote Bellingaboek. Het grote Bellingaboek. Dit kunnen jullie ook nu allemaal bestellen als je wil. We zetten even een link hieronder. Dit boek hebben Daan en ik super hard aangewerkt. Achter de schermen. We mochten er helaas niks van vloggen. Maar we hebben ontzettend ons best gedaan om een heel erg leuk familieboek te maken. Voor jong en oud. Voor kinderen. Maar ook voor alle papa's en mama's en opa's en oma's. En anderen die het leuk vinden om te lezen. Om dit boek te maken. Er staan verhalen in van Daniel en van mij. Die we nog nooit online hebben gedeeld. Tips, trucs, ervaringen. Leuke weetjes van ons. Maar vooral ook heel erg veel foto's. En ook foto's die we eigenlijk nog nooit online hebben gedeeld. Dus lijkt je nou leuk, dit boek? Het is voor Moederdag sowieso te bestellen. Maar je kunt hem nu al pre-orderen. Willen jullie ook dit superleuke boek? Dat kan je dus bestellen. De link zetten we eventjes hieronder neer. En laten we nu beginnen met deze vlog. Ja! Antenne in huis. Ja. Uit komt te zien. Ah! Die is mooi geworden. Hier hebben we het. Hey. Ja. Succes. Hallo Sammy. Oh, heb je goed gemaakt, jongen. Oh, kijk dan. Ah, Sammy. Bovenkant. Verzorgd is anders. Hele goede morgen. Hey. We zijn er wel in zo'n mini-vlog. En het is vandaag zondagochtend. En ik keek op de klok en dacht, huh? De klok is vooruit gezet. Half tien. Naar voren. Ja, yeah. Dus we hebben een uurtje korter geslapen. Of langer. Is het kort of langer? Korter, hè? Ja. Nou, duim eens omhoog voor de zomertijd. Doei! Het wordt vroeg licht en laat ook. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Wat heb jij super gaaf haar vandaag op deze zondag? Ja, geel haar. Geel haar. Hij had even zin in een gele koek. Ja, yes. En Lucilla, die heeft ook heel cool haar. Kijk maar. Heel mooi. Oh, en mam, ja? Ik kan dit lezen. Oh, wil je... Bolle. Ja, bollebotje. Bolle. Hey, maar schatje, wat voor mooi haarstukje heb je in jouw haar? Een knot haar. Mooi, een knot, hè? Een knot elastiekje. Een knot elastiekje, dus een elastiekje met wat extra plukjes haar. En Lucilla, die zag die, en die wou ze natuurlijk meteen in vandaag, hè? Het staat je wel heel mooi, liefie. En Lucy, die zit al lekker aan de boterham. Waarom vergeet je Beer? Oh, en goedemorgen Beer. Hallo. En Lucy heeft hier de hele poppenbrigade alweer op de tafel liggen. En ze zat even een lekker broodje appelstroop te eten. Mam, weet je hoe je ze schrijft? Oh, wacht even. Naar wie moet ik nu eerst gaan luisteren? Ik naar mij. Oké. In de minuten, 10 pot Rutte, 10 pot kaas, in de minuten is de baas. Lucilla, wat zei jij? Kramp. Wat wil jij? Nou, is dit schrijf je zo 6? Ja, maar dan met een z van zee. Z-e-s. Ja? Kijk, hier staat s-e-s. Ja, 6. Dat klopt, maar dat is het merk gewoon. Dat betekent niet 6, maar er staat wel 6. Dat klopt wel. Ja, ik ga een broodje smeren voor Lucilla. En Lucilla die wil een broodje. Oh, die wil dat helemaal zelf doen. Mam, kijk, tegen het staat, daar wil ik hem. Oh, even kijken. Mam! Kijk, ja. Hey, vader! Ik heb ons net meegemaakt. Eet smakelijk. Doei, papa. Doei, papa. Wij zitten nog steeds in onze corona-crisis-quarantaine in huis. En ik moet zeggen dat het nu best wel steeds lastiger wordt voor mij als moeder zijn om de kids een beetje te vermaken. Terwijl de meisjes even lekker daar aan het spelen zijn op de achtergrond, ga ik met Luan wat leuks knutselen. Want wat hadden we hier vandaag gehaald? Niet gesponsord trouwens, maar dit is een huisje wat je zelf kan metselen. Mam, weet wat Dat het niet als we gaan bouwen, dat het dan niet kapot gaat met die steentjes. Nee, we gaan gewoon heel voorzichtig aan doen. Het wordt een huisje. Voor wie wordt dit huisje? Voor Sammy. Een huisje voor Sammy wilt hij gaan maken. En mama, het maakt niet uit als het misselijk is, hè? Kijk, het is een echt huisje. Met, zelf met baksteentjes gemaakt. En ik kan me dit nog heel goed herinneren. Dat ik het vroeger ook altijd deed met tante Iris. Dus ik weet ook wel een beetje hoe het gaat. Of het helemaal gaat lukken, dat is 2. Maar dit is in ieder geval super leuk. Want je moet dus je eigen cement maken. En dat cement zit hierin.
Dit is waar je cement van maakt. Hier. En kijk, dit is het super schattige cementschepje. Met het bakje erin. En dit is de bouwplaat. Oh ja, dit is de bouwplaat. En hier moet het op gaan staan. Hè? Juist. En dit is het hekje van het huisje. En oh ja, kijk. Hier heb je hoe het allemaal moet. En dit. Ja? Misschien kan je hiervan kiezen of je die of die wil. Ja. Dat lijkt erop. 3 kopjes cement en 1 kopje water. Dan hebben we hier een kopje. Ja. Hier hebben we cement. Dan doen we 1. Zo ziet het papje er nu uit. Het lijkt op een bananenpapje. Ja. Het heeft een heel gek geurtje. Heb je dat? Ja. Nee, het is dichterbij. Oeh, het ruikt naar brood. Ja, nee, weet je, van dat rare... Van het rare soort brood. Net zoals 2 broodjes, 2 visjes. Weet je wel? Nee. Dat smaakt een beetje naar die kerkbrood. Oh! Daar smaakt het niet. Ja, even. Wat je in de kerk altijd krijgt. Ja. Dat brood. Ja, daar smaakt het. Ja, die crackers. Ja, een soort crackers. Ja. Daar ruikt het niet. Ja, klopt, ja. En het wordt nu ook een beetje zanderig. Het wordt nu een beetje, ja. Het is een beetje een zandpapje nou, hè? Ja. Het lijkt wel echt een cementmolen zo. Ja. Ja, dan wordt het dikker. Ja, een beetje erbij, hoor. Goed, ja? Een beetje erbij. We hebben hier het cementpakje gemaakt. En Luan is nu de cement op de blokjes aan het smeren. En dit is al de ondergrond, de fundering. Hoe het ongeveer uitkomt te zien. Goed gebouwd. Leon is nog even met een tandenborstel alle voegen aan het schoonmaken. Ja, weet je, niet zozeer dat wij nou super bouwvakkers zijn of zo. Want ja, bouwkundig, technisch bouwkundig, weet ik niet of het een helemaal verantwoordelijk huisje is. Maar daar gaat het niet om. Want het huisje hebben we gemaakt voor... Sammy! Voor Sammy, de hamster. Hij moet nog een klein beetje drogen. En dan gaan we eens even kijken of Sammy dit leuk vindt. En hoe zie je rond gaat snuffelen. En ik denk snuffelen. Dat een tuintje en dat ja. Zie je dat wel leuk gaat vinden. Kijk, want hier heb je ook echt zo'n hekje. Kan die nog open nu of zit die vast? Die kan die open. Ja, kijk. Een tuinhekje. En hier kan je dan onderdoor zo. En dan kom je hier zo binnen. Dan heb je daar nog een raampje. En hier heb je ook nog een raampje. En ja, het plaatje is wel even iets wat mooier. Maar goed, dat is vaak op plaatjes. Zetten hem eventjes buiten neer in het zonnetje. Op de tafel. Kijk, oh, zo kun je hem ook goed zien trouwens. Wauw, Lu. Mooi, ja? Ik vind hem super mooi geworden. Nou, even drogen en dan is hij klaar. Zo. Zo, Luxie, wat gaan wij doen? We gaan even pannenkoekjes bakken. En het was weer... Het was weer een nieuw soort uitprobeeltje voor mij. Oh, schatje, dat hoeft niet in de pan. Dat moeten we eerst, dat moeten we eerst mengen. Dat was een nieuw uitprobeeltje. Het zijn Amerikaanse pancakes met muesli en fruit. Geen idee of het wat is, maar we gaan het gewoon proberen. Ik zie dat er inderdaad wat fruit door het beslag zit, dat is grappig. Goed zo, Luus. Cakes. Ja. Cakes. Ja, oh.
Pancakes. Nee, geen cake. Pannenkoekjes. Amerikaanse pannenkoekjes noemen ze dat. Zo. Dan hebben we hier wat melk. En dat gaat er... Oeh, goed zo. Op bij je. Heel goed. En dan gaan we nu even mixen. Met de mixer. Deze, hè? Ja, hard geluid, hè? Dat is een hard geluidje, liefie. Ja. Gaan we, hè? Eet het. Ja. Kijk, en dan ziet het de beslag er zo uit. Je ziet een klein beetje dat er fruitstukjes doorheen zitten. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat smaakt. Ja, kijk, kan je nog niet opeten? Even wachten, gaan we de pan even aanzetten? Een lekker pan. Ja. Nee. Ja, dat zeg je allemaal. Bal, nee? Ja. Oh, zeg je dat? Dan doen we een beetje olie in de pan. Een beetje. 1, 2. Oeh. Goed zo. Jij. Hou je zo van pannenkoekjes? Zo, sandwiches aan het bakken. Sandwiches aan het bakken. Luxe pannenkoekjes lekker? Ja. Ja, Luxe houdt al van pannenkoekjes, hè? Nee. Nee, ja, je zei ja. Oh, even kijken. Even doen. Even kijken hoe het waard is. Hard. Oeh, bijna. Kijk. Oh, even. Een beetje schudden. Nu, Lucilla, wat zijn jullie doen? Nee, wacht. Nu, Lucilla, wat doen jullie? Pannenkoek. Die is mooi. Is die voor Luxie? Heel mooi. Heel mooi. Boom. Ja. Ja. Zo weer een lach. Zijn jullie nu, jongens? En nou, het filmpje hard zacht, hard zacht, hard zacht. Dus jullie zo lekker een pannenkoekje? Ja, dat is voor jou. Zo voor jou. Wij gaan er nog meer bakken. Deze is voor Luxie, hè? Deze klaar, Lux? Nee! Ja. Kijk, hier een bord. Hebben we hier een bord? 1, 2. Hoppatee! Nu weer een beetje olie in de pan. Zo, olie in de pan. Een beetje ronddraaien. En weer een klein vleesje erin. En die is voor Lucilla of voor Lua. Een beetje uit laten lopen. Is voor jou, voor Lux, zo eten? Je moet draaien, draaien. Kijk. Dan regent het poedersuiker. Zie je dat, Luxie? Ja. Is die lekker? Luxie, lekker gemaakt. Smaakt hij een beetje naar fruit? Ja. Ja, proef je dat er stukjes fruit in zit? Nee, pannenkoek gaat heel veel naar fruit. De pannenkoek fruit, dat smaakt naar fruit. Nee. Nee, zegt Luxie. Hé, hey, wie is er weer thuis? Papa heeft weer de hondjes uitgelaten. Hallo! Ik ben net op tijd voor de pannenkoeken, papa. Hele harde wind. Ja, ik merk het, ja. Super harde. Ik had de wind met z'n op.
Ja. Dat is mijn huis door de war. Ik rook het alvast. Ja, kijk, er liggen nog wat pannenkoekjes, papa. We hebben nog een pannenkoekje voor je, overgelaten, papa. Wij hebben lekker geluncht en Luan wil heel erg graag Sammy nu even uit de kooi gaan halen. Ja. En allemaal dingetjes meegenemen naar beneden, want dan gaan we zijn huis gaan we voor Sammy helemaal lekker inrichten. Dat vindt hij leuk om te doen. Sammy, waar ben je? Let maar niet op de rommel. Dat nee, was dat moeten we even opmaken. Dat moet echt even. Sammy? Oh, dit lijkt hem ook heel erg leuk. Ja. Misschien. Waar zit Sammy verstopt? Vaak hier. Ja, graaft holletjes hier, hè? Volgens mij zie ik daar een holletje. Heeft hij daar niet een holletje gemaakt? Sammy? Sammy? Ja. Maar dat was ook holletjes van een paar weken geleden. Hij wil een verstoppertje nemen. Ja, hij is een verstoppertje aan het spelen. Nee. Ja, ik zie wat bewegen. Ik zie wat bewegen. Ja, hij zit weer daar. Een klein neusje komt naar boven. Wist je dat hij elke keer daar zit? Ja? Ja, heeft elke keer een holletje gemaakt. Sammy, kom je spelen? Nee, niet weg. Oh, kijk. Daar zit hij daar. Ah, het oogje. Hé, hey, Sammy. Hallo, liefie. Kom je lekker spelen? Even ruiken. Het is het baasje. Hij is het baasje. Oké, okay, toch. Hij heeft zich helemaal ingedrukt. Ja. Ja. Hallo, Sammy. Hallo, Sammy. Ja, is het goed? Ja. Zag mij. Jij zit gewoon voor een stoppertje te spelen. Ja. We hebben leuke spulletjes mee. Sammy zit even in die doos. Ja, Sammy zit hierin. Ja. Ergens. Ja, altijd daar. Ja. Een beetje van dit prutsel. Een beetje van het karton prutsel. Ik weet niet zeker of het erin past. Gewoon kleine knipjes of zo. Ja. Een beetje wc-rol, gaan we een beetje verprullen. Dat hij hier echt een klein huisje in kan maken. Een beetje voor dit spul, dan kunnen we eigenlijk in dat huisje doen. Ja. En overal een beetje zonnebloempitjes verstoppen, dat hij die kan vinden. Want dan heeft hij ook nog een beetje eten. Hm. Nou, dan ben ik benieuwd of het huisje droog is, jongen. Ja, oh ja, die staat, en speeltjes. Oh ja, en een speelbal. Ja. Die staat buiten het huisje. Die is mooi geworden. Kijk, en hij staat hartstikke stevig. Echt stevig. Het is super vast, oh, jongen. Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar, nou, Pip, neem maar mee. Het is koud. Het is koud. Ja, het is gaat snel weer. Zwaar. Ja, het is een echt huis, jongen. Ja. Heb je een echt huis gemaakt? Zo, hoor die wind. Woesel. Kom maar. Kom. Hier hebben we het hekje. Ja, een klein tuintje. Kom je hier in de gang. Ja. Dan hebben we hier zo een klein huisje. Nee, een huisje. Hier kan je, kijk. Daar kan Sammy naar binnen toe. We hebben hier een raampje. Dit is dan eigenlijk een soort gas. Oh ja. Leuk, jongen. Dan doe ik nog één knipje bij. Mm-hmm. Daar. Ja, leuk is het. Dat is een huisje voor Sammy, Luxie. Zie je dat? Hoi. Ja. We zitten nu even in de doos. Ja. Ja, heel klein beetje. Want het is ook een heel klein kamertje. Het is een heel klein kamertje, ja. Precies, ja. Precies groot genoeg om zijn kont niet te keren. Ja. Dan past net zijn kontje erin. Nee. Een beetje te vol. Oh ja. Kijk, we moeten het echt. Dit wordt wel een lekker huisje volgens mij. Je kunt het helemaal vol doen, hè, want dat vindt hij juist lekker. Ja? Want dan kan hij er een holletje van maken. Ja, dat is een goed idee. Kan hij er lekker in graven. Want dat doen hamsters het liefst. Ja. Holletjes graven. Dit is helemaal klaar. Ja. Dan doen we nu een beetje dit erin. Oh ja. Ah, loopt hij lekker zacht naar binnen toe. Ja, echt een soort kleedje. Een soort kleedje, ja. En is dit eigenlijk een soort bedje. Ja, kijk eens. Zo. Nou, dan kan hij in ieder geval gaan hamsteren, hè? Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat Sammy hier gaat vinden. Nou, ik ben ook benieuwd, jongen. Zo. Mooie huisje. Ik stuur even naar jullie toe. Mm-hmm. Kijk, dit is hem. En dan zit hij volgens mij hier. Ja hoor, drie keer raden. Billetjes. Hey, je gaat toch niet hier? Ja, ja, kijk. Daar is hij. Hallo Sammy. Nee. We hebben een verrassing voor jou. Jee. Ja, daar is hij. Hij is er. Hij is schatje. Zo, helemaal schoon. Geen dingetjes meer aan zijn lichaam. Nou, dan doe ik het deurtje een beetje open. En
zeg maar succes. Oh, welkom thuis, Sammy. Dat is cute. Het past echt net in. Het past er net tussendoor. Ja, Sammy. Is dit jouw huisje? Oh, dit is zo cute. Kan ik erin? Oh, ik kan erin. Ja, ik kan er wel in. Hij kan erin als hij wil. Hij kan er echt in. Oh, dit is zo cute. Hey, Sammy. Dit is jouw huisje, Sammy. Je kunt er naar binnen toe. Kan je dan binnen of niet? Ja, dat vindt hij lekker. Als hij wil slapen dan. Ja, als hij wil slapen, kom dan. Ja. Nee, hij past er net. Ja, hij past er zeker. De dikke billen. Nee, joh. Ah, Sammy. Kijk, we gaan even in het gasje kijken. Oeh, dat is lekker. En het deurtje. Oh, hij ging er net in. Ik zag hem net door dat raampje heen. Ja, echt? Ja. Sammy. Oh, kijk, hij zit te hamsteren. Hij heeft hele dikke bankzakjes. Kijk, hier. Er zitten allemaal van die zaadjes in. Kijk. Die heeft gehamsterd. Sammy. Laat even zien aan de vlog hoe die is. Even kijken. Kijk. Dat zijn er. Ja, dat kijk, zijn nu zie je hem. Nu zie je hem. Kijk, oh, dikke bollen. Oh, echt een hamstertje. Ja, echt zo'n dikke bol. Ja, je hebt altijd eten bij zich, hè? Je hebt altijd eten. Over hamsteren gesproken, hè? Ja. Kijk. Ja. Ja, goed zo. Vindt hij lekker? Dat vindt hij lekker. Ja. Dat is lekker, hè? Ja, dan gaat hij weer. Kijk. Oh, wat is dat? Is hij bij jou op je hand naar de wc geweest? Een worstje. Een worstje? Zit aan elkaar. Luan, dat is vies. Hallo Sammy. Ah, ja, hij kan ook naar boven, hè? Het is een best wel hoog torentje. Dus hij kan helemaal naar boven. En zijn kopje zit erin. En daar is hij weer. Daar is hij weer. Goed gemaakt, jongen. Thank you. Heel goed gedaan. Sammy is er volgens mij heel blij mee. Ja. Zo te zien. Ik zie hem net niet. Ah, kijk dan. Ja, Sammy. We zetten Sam even terug in de kooi. Maar we komen op Leon's kamer en we kijken elkaar aan. En ik, tijd om op te ruimen. Dat was je een beetje een bende op jouw kamer, jongen. Ja. Dus wat hebben we gedaan? Ach, kijk dan. Sam zit er weer in zijn eigen kooi. Die hebben we net helemaal mooi schoongemaakt. Ja, kijk, hij zit in zijn ratje. Hey, Sammy. Ben je weer blij met je mooie schone kooitje? Oh, kijk dan. En dan komt hij elke keer naar je toe. Ja, we hebben alles weer een beetje opnieuw ingericht. En alles weer schoongemaakt. En wat was jij aan het doen, jongen, met de vuilniszakken? Wat was je aan het doen met de vuilniszakken? Ik met al die vuilniszakken. Ja? De vuilniszakken even al die prutsels weg van die grote... van die grote renkooi van Sammy. Ja. En even mijn boksenkast even opgaan. Even gestoft, Ja, zo noem ik hem maar. Dat is boksenkast. Boksen ja. En dingen erop staan. Dus dat heb ik ook even. Hé, wat heeft Luxie gedaan daar? Luxie legt altijd overal poppen neer in bed. Volgens mij heeft ze bij jou net twee poppen neergelegd. Nou? Dus ik moest mijn grote box even aan de kant leggen. Ja? En toen had Luxie expres de grote knop heel erg hard. Oh ja, toen ging die heel hard, en toen hè? Had ik de muziek aanzetten. Ja, toen ging die heel hard. Nou, ik was ook eventjes achter de bank aan het stofzuigen om te lagen. Ook allemaal krom. Wat is er? Wat is er? Wat doet hij? Wat is er? Hey, oh, zit hij hier? Kiddy. Dus we waren even
eventjes lekker samen met de muziekje op de achtergrond even de kamer van Luan aan het opruimen. En als het goed is, laten we zo meteen jullie het eindresultaat zien. En tada, mijn slaapkamer is helemaal weer schitterend opgeruimd. Nieuw en opgeruimd. High five, jongen. Goed gedaan. Het ziet weer helemaal de oude uit. Ja, weer lekker fris. Ja. Kleed weer schoon. Sammy weer schoon in de kooi. En yes. We hebben Sammy's huisje. Hebben we hier mooi opgezet, hè? Ja. Als hij dan even uit de kooi mag, dan kan hij in zijn eigen huisje spelen. Amsterdam, 9. Aan de bar met z'n tweeën. Met een hapje gegeten. Nee, 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 nee. Alle avonden belanden in dezelfde sfeer. Kom eens bij me staan, baby, kijk. We vertrekken net z'n tweeën. Loop niet weg. Iets je beter moeten weten. Loop niet weg. Luan die speelt nog even lekker verder op zijn kamer. En wij gaan eens even kijken hoe het beneden is. En wat papa en Lucilla aan het doen zijn. Zo, hey. Liggen jullie lekker te chillen op de bank? Oh, wat een lekkere lolly. Bafkant. Inmiddels is de dag weer voorbij gevlogen. Nu sta ik weer lekker te koken. We eten vanavond lekkere kipfiletjes. Groentjes in de pan. En vanavond, ja, de kinderen hebben geluk. Want ik heb er wat patatjes bij uit de airfryer. En ik sta nog wat groentes hier te snijden. Voor even lekker een salade erbij te maken. En ja jongens, zo is de dag weer voorbij gevlogen. Onze quarantaine dag nummer. Ik weet niet eens hoeveel meer. In ieder geval voor 2 weken al zijn we niet echt ergens geweest. Ja, behalve dan in het bos en hier een beetje rondom huis. Jullie lusten lekkere patatjes, kip en groeten. Nou, Lucilla is al begonnen. Luk ze lekker eten? Oh, zo. Eet smakelijk. Och Daniel, wat zie je eruit. Ja, we moeten heel even hierop ingaan, Daan. We moeten hier heel even op ingaan. Daniel krijgt comments online. Niet normaal. Het is heel lief, vind ik. Heel erg zorgen maken van, ziet hij helemaal onverzorgd uit. Gaat het wel goed. Maar jongens, ik ga niet naar de kapper. En ik had die baard laten staan. Dat is Dan, voetbal stoer. Maar hij weet niet hoe hij moet trimmen. Nee, en ik heb geen trimmachine. Nee. Maar ja, de winkel te halen in de stad voor een shamemachine. Dus ik denk dat ik hem er wel afhaal. Ja, maar ook je wenkbrauw. Okay, normaal gesproken doet Daniels zus zijn haren. Maar ja, die kunnen we natuurlijk nu ook niet zien. Dus het groeit gewoon alle kanten op. Ik zal tegen Daniel nog even en dan komt een vogeltje en die legt er een ei in. Ja, als ik een leuze kopen, dan kun jij het maandag gewoon helemaal het standje in je schenen. Kan ik proberen, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik ken die wenkbrauwen, die puilen ook uit en die ja, weet je. Het is leuk een keer gehad te hebben, maar verzorgd is anders. Ja, dat zal ik wel afhalen. Maar... Ik zie jullie morgen een blote billen. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog! Vergeet niet te abonneren en klikken op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Dans mee en blijf.